allereerst shout-out naar alle nieuwe abonnees. Thanks voor het abonneren. Thanks ook Bram voor het noemen van deze vlog, video, kanaal. Ik zit weer oude series te kijken. Ik ben Prison Break weer gaan kijken. Nou, dat is een potje slecht, zeg. Man. En ik ben ook weer Suits aan het kijken. En ik dacht dat ik het vet vond omdat die Mike Ross zo knijter slim is. Maar dat is helemaal niet vet. Het vetste karakter is gewoon Louis natuurlijk. He's an idiot savant minus a savant. He tries hard. He's a good person. Yeah, well, then tell him to join the Peace Corps. Ja, vandaag een dagje op kantoor. Typen, computeren. Ja, het is gewoon de daily grind, man. Ik kan niet wachten tot het straks de vrijdagmiddagborrel begint. En dan gaat deze even zo. En dan gaan we even een biertje drinken. Waar ben ik mee bezig? Jelmer, wat ben je aan het doen? Nou, ik heb toch gisteren laten zien dat ik met mijn websiteje bezig was. Zoals ik zei, ik ben bezig met mijn boek online zetten. En ik heb even kleurtjes gebruikt. Hup. Alleen, nu moet ik nog eventjes het zien te fixen dat, want dit is het eerste hoofdstuk. En dan die, et cetera. Dus dat moet eventjes goed staan. Nu staat het gewoon een omgekeerd chronologische volgorde. Dit is het eerste hoofdstuk van deel 2. Tweede hoofdstuk van deel 2. Derde hoofdstuk. Oké, ik ga wel verder. Oh ja, iemand zei tegen mij, ga eens een keer wat doen in je vlogs, want je bent nu alleen maar monoloog in je huiskamer aan het houden. Ja. Ik heb dus twee problemen. Ik heb sowieso wel meer problemen. Maar mijn twee problemen zijn, 1, omdat ik probeer mensen hun privacy te respecteren, ben ik heel vaak in mijn eentje in deze vlog. 2, omdat er een corona-epidemie is, die in Nederland nogal hevig woedt de laatste tijd, ga ik niet zoveel het huis uit. Nou, die dingen samen betekent dat ik in mijn eentje thuis ben. Oh ja, en 3, is dat ik iedere dag een video wil maken. Dus ja, wat moet ik anders? Heb je tips? Laat het weten in de comments. Ha, vrijdagmiddagborrel, lekker man. Ja, heb ik wel verdiend. Ik ga denk ik even met mijn collega's een biertje doen. Nou, chill. Met een mondkapje op, terwijl je alcohol hebt gedronken. Dat is niet best.